7 oliebollentest 2019. Waar in de regio zijn de lekkerste oliebollen te verkrijgen? In een voorronde zijn 4 oliebollenkramen geselecteerd die in regio Nijmegen te vinden zijn. Imke, Miguel en Gara testen deze bollen op uiterlijk, geur en structuur en natuurlijk de smaak. Voor al deze aspecten geven de testers een rapportcijfer waaruit de gemiddelde wordt genomen. Het cijfer voor de smaak telt hierin dubbel. De eerste kandidaat komt uit Elst. Op het Europaplein vinden we de oliebollen van Bon Appetit. Zij hebben inmiddels al vele prijzen gewonnen en velen beweren dat zij de lekkerste oliebollen van Gelderland hebben. Denken onze testers daar ook zo over? Nou, de eerste oliebol, zal ik hem even naar jullie toe brengen? Ja, dat is het dichtst van jou. Oh, dankjewel. Ik neem de meeste poedersuiker. Oh. Ja, je hebt de bovenkant. Ja. Super oneerlijk is. Ja, lekker. Hoe ziet hij eruit? Ja, mooi rond. Die van jou heeft een beetje de vorm van een aardappel, vind ik. Ja, vind ik ook. Ja. Ik vind deze niet zo mooi rond. Ik vind jij een mooie ronde. Ja, ik heb op zich best wel een mooie ronde. En jij? Okay. Ja, deze is op zich ook wel redelijk rond. Ja, met een rare... Ja, er zit een beetje een gemuteerd bolletje, maar... Dat komt ook door die rozijntjes, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja. Nou, qua uiterlijk geef ik deze op zich wel een 7. Ja. 7? Ja. Ik geef deze een 5. Ik geef deze een 6. Een 6. Ja. Oké. Okay. Ja, en dan die binnenkant, ja, die ziet er op zich goed uit. Bij mij zit een kuikentje in. Heb ik ook zo weinig krenten aan de binnenkant? Ja. Nee, ik heb dan weer heel veel krenten. Oh. Ja, echt. Ja, hier niet al, maar hier wel. Ja. Ze zijn niet hetzelfde. Ik heb heel weinig. Wil je er een paar hebben van mij? Nee, dat hoeft niet. Nee, hier heb je er niet een paar. Hier, krenten bij. Alsjeblieft. Ja, ik vind krenten wel lekker. Ja, kun je erbij stoppen. Wil je er ook één? Ik wil er ook één. Oh, dan krijg je ook nog een krent van mij. Alsjeblieft. Dankjewel. Structuur en geur. Ja, hij ruikt lekker vet. Hij ruikt lekker heel vet. Oliebol moet ruiken. Hij ruikt naar kermis, dat is in ieder geval wel goed. Ja, echt heel vet. Lekker. Ja. En de structuur, ja, op zich ziet het er wel lekker... Ziet er lekker uit. Ja. Ik geef dat een 7. Ik ook, een 7. Ja, een beetje een knijp, toch? Ja, een beetje een knijp. Ze komt altijd vet eruit. Zo. Ja, iets vet komt eruit. Lekker hoor. Ja, ik een 7 in ieder geval. 6. Zes? Ja, ik ben een beetje streng voor deze bol. Jij? Je bent streng. Ik heb een 7 ook. Een 7. Ik heb nu 2 zeven. Oké. Ja. En, oké. Ga je hem proeven? Ja. Lekker hoor. Ja. Ja. Niet slecht. Niet slecht. Iets wat taai. Ik vind hem een beetje, een vage smaak hebben eigenlijk. Ik proef die rozijntjes wel heel erg. Mm-hmm. En ik vind de buitenkant dus een beetje taai. De binnenkant vind ik wel lekker. Proef je die extra krent? Mm-hmm. Oh. Die ik van jou heb gekregen. Nou. Ja. Ja. Maar wel lekker met de poedersuiker erbij. Ja. Maar de suiker, dat is inderdaad, daar ontbreekt het niet aan nu. Nee, voor de smaak geef ik een... Een 6. Ik ook. 6, ja. Ja. Oh, het is niet zo'n hele hoog scorende oliebol. Nee. Dat valt dus een beetje tegen. Als we het gemiddelde nemen van de 3 testonderdelen, geeft Imke deze oliebol een 6,5, Miguel een 5,8 en Gara een 6,3. Dat komt neer op een 6,2 als eindcijfer. Dat was toch even schrikken toen ze hoorden dat het hier om een hele populaire oliebol gaat. Sorry, Bon Appetit. Het is ook de eerste. Ik vond het is ook de eerste, dus je wil een beetje. Ik vond het niet zo Bon Appetit, maar ja, goed. Ja, misschien wel, misschien hè, als wij deze allemaal hebben geproefd. En dan proeven we deze en dachten, oh, want ja, soms lijkt het gras groener bij de buren. Dat hebben we dus nu ook. En dan heb ik zelf eigenlijk. Nou, ik heb wel mijn voorkeur eigenlijk. Tenminste, voor het mooiste. Oh, jij zegt het al gelijk. Kan ook. Nee, maar die zijn inderdaad wel mooi. Ja. Niet zo. Nee, dat is een beetje een vette harde bol. Mm. Nee, dat ziet er gewoon een beetje uit als een. Als een bejaard iemand die al heel oud is. Die er al heel lang staan. Die zijn gewoon nog een keer gebakken. Die loopt niet, dus die zijn wij bakken de ballen nog een keer. Oliebol nummer 2 komt van de Woonboulevard in Nijmegen. In de maand december is er een speciale oliebollenkraam te vinden op de parkeerplaats voor de meubelzaken. Is het de moeite waard om hier een bezoekje aan te brengen? Ik vind wel dat deze er mooi uitziet. Ik ook. Ik vind het een mooie kleur, aantrekkelijke kleur.
Ja, het lijkt een beetje op zo'n gebakken banaan van de Chinees. Van de Chinees inderdaad. Ja, ja toch? Ja, precies. Ja, dat lijkt hij op. En het is natuurlijk ook, ik denk ook, het ligt natuurlijk aan het vet hè, waarin ze het bakken. Dit ziet eruit alsof het lekker vers vet is gebakken. Ja. Niet mooi vet. Kleurtje. Dat is bijvoorbeeld echt, ja, dat vet dat heeft er waarschijnlijk al een jaar gestaan. En denken, de vet maken. Als jij, maar frituur jij wel eens thuis? Ja. Ga je dan ook echt kijken naar lekker vet zo, waar je lekker kan lekker kan sudderen en zo. Nou ja, als er een hele vieze vet in zit, dan denk ik, nou ja, dan niet. Nee, ja, maar je moet het ook vervangen natuurlijk. Precies. En dat hebben zij waarschijnlijk niet gedaan. Maar misschien is die wel heel lekker. Frituur jij wel in zijn. Donker vet, dat kan ook. Ja. Ik doe nog een beetje extra poedersuiker. Maar ik vind dit echt een mooie kleur. Ja, het ziet er echt mooi uit. Bij jou kun je bijna doorheen kijken. Ja. Wat voor punt geef je het? Qua uiterlijk. Ben je er ook nog meer? Een 8. Ja, ik kan nog meer. Dankjewel. En jij, Miguel? Het uiterlijk gaan we voor een 7. Oh, jij bent echt kritisch? Ja, ik ben heel kritisch, ja. En jij? 8,5. Ik vind dit denk ik de mooiste. Ja, die misschien, ja, die misschien ook. Een 8,5. Ja, 8,5. Ja. 8,5. Hij ruikt heel lekker. Ja, ruikt hij lekker? Lekkerder dan de vorige. Oh. Ja. Nee, vind ik niet. Ik vind de vorige lekker ruiken. Lekker, komt heel vers op mij over, in ieder geval. Een 8. Deze heeft allemaal patronen hier binnen zo. Zie je dat? Hebben ze echt hun best op gedaan. Kijk, echt zo'n cirkel. Nerven van de oliebol. Ja, echt. Kijk, hier lopen de nerven van de oliebol. Ja, ja. Ja, met al die krentjes in het midden. Ja, hier zit ook weer weinig krenten. En ik denk dat ik iedere keer gewoon een pak. Ja, kijk dan. Een 6,5. 6,5. Wat geef jij? Kom ik aan met mijn 8. De binnenkant. Na de binnenkant geef ik een 10. Ja, echt. Ja, ik vind het, moet je kijken, joh. Ja, allemaal mooi. Rond zo, echt heel vet. Ja. Dat vind ik echt heel mooi. Ja, is een mooie oliebol. Hebben ze hun best op gedaan, hoor. Ja. Nou. Ja, ik weet niet. Ik vind hem een... Ja. Ik vind de smaak minder dan verwacht. Ik ook. Ja, ik geef dit een 6,5. Ik geef dit een 6. Ik geef het een 5. Ja, de vorige smaak was lekkerder. Ja. Ja. Maar toch neem ik nog wel een hap, hoor. Het is wel best wel moeilijk, want oliebollen smaken echt allemaal hetzelfde. Ja, ze smaken van allemaal hetzelfde eigenlijk. Ondanks dat ze blijkbaar allemaal hetzelfde smaken, scoort deze oliebol toch al iets beter dan de vorige. Gemiddeld genomen geven Imke en Miguel de Woonboulevard een 6,8 en heeft Gara er zelfs een 7,3 voor over. Het eindcijfer komt hiermee uit op een mooie ronde 7. Oliebol 3 komt van gebakkraam Denis. Deze is op verschillende locaties in de regio te vinden, maar wij haalden ze op het Danielsplein in Nijmegen. Ze ogen wat donkerder dan de andere kandidaten, maar betekent dat ook dat ze lekkerder zijn? Deze zijn wel de donkerste. Ja, maar deze voelt echt heel zwaar, vind ik, of zo. Vind je dat niet? Zo? Oh ja, dat is echt best wel een homp. Een homp. Ja, dat is echt zo allemaal bij elkaar zo pakt er gewoon in dat vet gegooid. Het is ook inderdaad dat vet lijkt wel wat ouder, dus dat het daar zo donker is. Of heeft er gewoon wat langer ingezeten. Dat zou wel lekker. Maar kijk, als je het ook los van elkaar zou zien, als je een oliebol gaat kopen bij die kraam, dan valt het je niet op dat hij zo... Op. Nee, en nu... Maar het is vooral die winnen wel de schoonheidsprijs. Ja. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja. Maar eerst even deze grote jongens. Hey, ja, wat voor punt geef je dan? Het uiterlijk. Ja. Oh. Ja, dat vind ik moeilijk. Ik ga voor een 6. Een 6? Ja, ik ga voor een 6. Oh ja? Ja, een 6. Ik was net zo kritisch. Ja, klopt. Maar ik vind het wel een beetje een authentieke oliebol. Oh, authentiek. Gewoon een klassieker. Die oud al is. Die ligt al een paar weken. Ja, die is gewoon al heel erg heel oud, weet je wel. Ik geef het een 5. Ik geef het ook een 5. Oké. Ja. De binnenkant. Ik vind hem er goed uitzien. Ik vind hem heel mooi. Ja. Ja, ik vind hem eigenlijk ook wel mooi. Hij ruikt wel een beetje vet. Bij mij. Nee, ja, hij ruikt niet heel erg. Nee, hij ruikt naar draaimolen op de kermis. Als je bij de draaimolen staat, zo ruikt het. Daar ken ik niet, die geur. Oh, maar... Ik geef voor de binnenkant een 7. Ik ga met jou mee. Ik doe ook een 7. Een 9. Wow, overdreven! Ja, nee. Kijk hoe het eruit ziet bij mij. En ik wend die lelijke bol nog. Ja. Een 9. Voor de binnenkant. Nou, we gaan proeven, want daar gaat het uiteindelijk om, hè? De smaak. Ja. Oeh, wat een vette bol. Nee, niet lekker. Ik vind hem wel lekker. Een 7,5. Oké. Oh. Nee, een 6. Een 4,5. 4,5?
Ja. Uiteenlopende. Ik vind hem ook wel heel erg zo'n soppig jongetje. Dus denk, als je echt zo knijpt, dat er ook echt zo. Ja. Dat je een emmertje mee kan. Maar dat kun je ook lekker vinden, natuurlijk. Maar ik vind dat gewoon niet zo lekker. Nee, dat snap ik. Ik vind dat ook niet zo fantastisch. Dit sompige jongetje gooit geen hele hoge ogen. Gemiddeld genomen geeft Imke deze oliebol een 5,3. Miguel en Gera hebben er een 6,8 voor over. Hiermee komt het eindcijfer uit op een 6,3. Tot slot worden de oliebollen getest van Geven en Zonen. Deze oliebollenkraam is in het hart van Wijchen te vinden, net achter het winkelcentrum. Smaken ze goed genoeg om er tijdens het winkelen alvast eentje op de vuist te nemen? De allerlaatste. De mooiste. En de mooiste ook. Ja. Mag ik als eerst? Jazeker. Welke kies je? De grootste? Nee, zeker niet. Ik weet niet, pak die met heel veel suiker. Ja. Ik doe er nog lekker wat suiker. Oké. Kijk, neem deze, lijkt op een aardappel. Oh. Oeps. Net als die eerste, die leek ook op aardappelen. Ja. Hey, het is toch echt een mooi bolletje. Ja. Dat vind ik ook. Ook al ziet het eruit als een aardappel, ze zijn allemaal een beetje anders van vorm. Ik vind het mooi, maar ook vooral door de kleur. Maar vooral door de kleur, want hij is gewoon wat lichter. Dus het is gewoon... Het ziet er vers uit. Wat geven jullie het voor cijfer? Een 9. Ik geef hem een 8,5. Ik geef hem een 10 eigenlijk, want ik vind het echt een perfecte oliebal. Ja. Hij ziet er echt goed uit. Ja. Een 10. Nou, gaan we hem door midden snijden? We gaan hem door midden snijden. Goed. Oh, nou heb ik hier maar geen rozijnen. Kijk dan. Oh, ik heb er ook heel weinig nu. En misschien zit er in het algemeen niet zoveel. Nee, er zitten niet zoveel rozijnen in, want ik heb er ook heel weinig. Wat voor cijfer zou je dat geven? Ja, nou ja, het is een rozijnenbol toch, dus dat is op zich niet zo gek. Nee, we geven het een 7. Oké, ik geef de binnenkant een 7,5. Nou, dan geef ik het een 8. Oké. Okay. Ja. Nee, ik vind het niet lekker. Nee, het proeft echt naar gewoon zo'n zacht broodje. Zo'n weekendbol van de Albert Heijn. Ja. Ik moet nog een hap nemen. Ja, van jou verwachten we nu al het antwoord. Je had hele hoge verwachtingen. Mm-hmm. Ja, hij valt tegen, joh. Ja? Hij valt tegen, ja. Ja, een cijfer. Nou, ik vind het eigenlijk dus echt heel mooi wat ik al zei, hè? Ja. Maar de smaak... Eigenlijk een 6. Voor mij een 5. 5. Ja. Een trieste 4. Ja. Ja. En zo ging deze laatste oliebol ten onder aan de hoge verwachtingen. Mm-hmm. Jammer, hè? Ja. Ik had zoveel van jou verwacht. Ja. Nee, ik vind hem ook niet lekker. Ik wil ook nog die dadelijk. Ja. Ja. Misschien nu al. Ja, pak Die heeft eigenlijk gewoon gewonnen, zodat we daar vet kritisch tegen deden. Nee, maar in het begin moet je altijd kritisch zijn. Je moet in het begin gewoon kritisch zijn. Ja. Om uiteindelijk tot een goede keuze te komen. Ja. Ik lust nog wel wat suiker. Lekker. Een mooie oliebol met een wat tegenvallende smaak dus. Geven en Zonen ontvangen van Imke een gemiddelde van een 7,5, van Miguel slechts een 5,9 en van Gera een 6,6. Hun eindcijfer komt daarmee uit op een 6,7. De testers zijn het er unaniem over eens dat ze veel te streng van start zijn gegaan en de oliebol van Bon Appetit in Elst daarmee tekort hebben gedaan. Daarom mogen zij deze nog eenmaal proeven en een nieuw cijfer geven voor de smaak. Het oorspronkelijke cijfer voor het uiterlijk en de geur en structuur blijven wel staan. Hij ziet er top uit. Ja, maar ik heb echt spijt dat we er tegen deze jongen zijn geweest. Ja. Nou. Ja, dit is echt lekker. Ja, het is echt heel lekker. Ja, dit is echt gewoon een 9. Mhm. Ja, dit is echt een 9. Ik sluit me aan. Ja? Een 9. Ik ga voor een 10. En ik had aan het begin niet zo'n hoog cijfer. Mhm. Nee, maar deze krijgt een 10. We moeten even onze excuses aanbieden aan Elst, hè? Ja, aan zeker. Bon Appetit. Ja, even excuses. Goeie bol. Dus wel een excuses. Sorry, Elst. En toch een goede bol, inderdaad. Mm-hmm. Dat maakt toch wel een groot verschil. Met de nieuwe smaakcijfers komen de persoonlijke gemiddelden uit op een 8 van Imke en een 7,8 van Miguel en Gera. Dan is het nu tijd voor de uitslag van de RN7 oliebollentest 2019. Op de vierde en laatste plaats eindigt de vette bol van Denis uit Nijmegen. Ook meteen een van de duurste bollen uit onze test. Voor 10 euro ontvang je 12 oliebollen. Het eindcijfer komt uit op een magere 6,3. Op de derde plaats eindigt Geven en Zonen uit Wijchen. De bol ziet er mooi uit, maar de smaak laat te wensen over.
Net als bij Denis krijg je hier 12 bollen voor 10 euro. Het eindcijfer hiervoor is een 6,7. Op nummer 2 eindigt de oliebol van Woonboulevard Nijmegen. Een prima bol, weinig op aan te merken. Voor 10 euro ontvang je hier 13 stuks en het eindcijfer komt uit op een mooie ronde 7. Eindigde hij aanvankelijk nog onderaan. Na een herkeuring is hij uiteindelijk als beste uit de test gekomen. Bon appétit in Elst. En hoe kan het ook anders als je al zoveel prijzen hebt gewonnen? En dan is het met 14 bollen voor 10 euro ook nog eens de goedkoopste uit de test. Ze sluiten onze test af met een dikke 7,9.